En tijdens een van hun stapavondjes ontmoet Hilda de razend populaire leadzanger van de Belgische band Clouseau, Koen Wouters. Ja, dat is op een gegeven moment wel heeft dat in de roddelbladen gestaan volgens mij. Hilda die heeft Koen ontmoet in Heerenveen. En die zijn toen aan het praat geraakt. En net als veel andere mannen, Koen behoorlijk begeisterd door het Hilda-fenomeen. Hij heeft diezelfde nacht nog een liedje van over haar geschreven. Ik heb je allemaal nooit gekend. De eerste frase dan wel bijzonder. Ja, dat een avondje stappen tot dit kan leiden is natuurlijk heel bijzonder. Dat hij dan een liedje schrijft over je zus. Ja. Wat je daarvan vindt, maakt niet uit. Is wel natuurlijk wel bijzonder. Ja.